Het spannendste duel van de speelronde in Volendam, waar Bevo, derde in de handbal aan nog kans maakt op de finale. En Volendam graag de punten in eigen huis houdt. Polman natuurlijk op Jordens, vangt de bal nauwelijks meteen doorleggen naar de goal. Dat blijft toch een heerlijke tandem: 2-3. Bourget met de gelijkmaker. De thuisploeg is uitgeschakeld en uitgespeeld. Maar wil natuurlijk nog wat laten zien. De Kuiper lastig. Maar Goudriaan moet het antwoord nalaten. 6-5. De voorsprong voor de thuisploeg. Roos. Mooi gespeeld. Nachtegaal. Van Grunsven moet grabbelen. Roos. Blauw. En dit is Blokzeil. Zo. Goedemiddag. De 8-6 van de jongeling. Marge 2 in het voordeel van Volendam. En dat mag verrassend genoemd worden. Natuurlijk, Polman met de paas. Altijd resultaat. Goudriaan met een lange bal op Erik Blauw. Pas precies. Verschil naar 3. Bouger, Roos in de korte hoek. Vrij gedaan. Opgelet, Neuteboom. Wauw, 17-15, de lange linkeropbouwer van Volendam. Met de mooiste van de avond. Bouge op Roefs. Volendam, nog altijd aan de goede kant van de score. Terwijl Bevo de punten nodig heeft. Bouge, nog maar eens. 1-1. 22-19. Nu moet het gebeuren in de laatste 20 minuten. Serras, helemaal buitenom. Klopt Goudrian. Bevo dat aanhaakt. Jordens zou er uiteindelijk elf maken. Liefst elf. De voorsprong nu voor Bevo in de slotfase. Hebben ze knap gedaan. Gerepareerd. Guus van den Heuvel. 28-30. Zelfs een marge voor de Panningers. Vier minuten nog. Polman. Wat gaat hij doen? Natuurlijk op Jordens. De elfde in de maak. 30-33. Het slotakkoord is voor de thuisploeg. Dat niet opgeeft. Blauw. Net zo lekker. Onderhands. Dat kan niet. Volgend jaar in de kleuren van hurry-up. Weer blauw. Roos. Dit gaat allemaal goed. Nachtegaal. Kan het dan nog? 32-33. Tien tellen nog. Punten mee naar Bevo. Of niet? Jazeker. En zo maken zij nog kans op de finale.